een nieuwe week en een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Zoals jullie weten inmiddels is het Oude Testament een beetje mijn favoriet. Vandaag kijken we naar een bekend figuur, maar een zin van hem die wat minder bekend is. Job, als hij eenmaal weet hoe het in elkaar zit, zegt hij iets tegen God. En een belangrijke zin voor een ieder van ons. In Job, hoofdstuk 42, na de hele leerweg die hij heeft gevolgd om God te leren begrijpen en God in te zien in zijn leven, zegt hij iets heel simpels. Hij zegt in hoofdstuk 42, vers 4, hoor nu en ik zal spreken. Job, die de hele tijd aan het spreken was, zegt nu opnieuw, hoor nu en ik zal spreken. En dan zegt hij, ik wil u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Ik wil aan u vragen, heren, dat u het mij leert. Job, die zo'n grote mond had en zo goed wist hoe het in elkaar moest steken en wat rechtvaardig en niet rechtvaardig was van God, leerde om te zeggen, heren, ik ga spreken, ik ga u vragen en u moet het mij leren. En dat is een heel mooi punt. Vragen naar de bron van de waarheid in jouw leven. Wat is het verhaal van Job? Heel kort, Job was iemand die rechtvaardig probeerde te leven. We kunnen heel veel mooie dingen van hem leren. Zo was hij de hele tijd op te proberen weg te blijven van de zonde. Hij offerde zelfs offers aan God voor zonden die eventueel zijn kinderen in de toekomst nog zouden doen. Zo ver van zonde wilde hij blijven en zo heilig wilde hij leven. Maar Job had één probleem. Job voelde dat hij rechtvaardig was. Job voelde dat hij goed was en beter was en zelfs anderen van hem zouden moeten leren. Er was een stukje grootheid in Job. En dat was hetgene wat Job moest leren gaande de weg. Hij luisterde iets te veel naar zichzelf in plaats van te luisteren naar God. En dat is een fout die ieder van ons maakt. We luisteren naar wat we willen luisteren, wat we willen horen en niet wat we zouden moeten horen. En zo was Job de hele tijd aan het vechten met God en aan het discussiëren met God. En hoe dit en hoe dat. En hoe ben jij rechtvaardig? Ik zie geen rechtvaardigheid. Eigenlijk zou dat moeten gebeuren. Hij was dus bijna aan het zeggen tegen God hoe die zou moeten handelen als God echt goed is. En dat was de rechtszaak. Job zegt op een gegeven moment tegen God van ik wil een rechtszaak met u aan. Zo groot was het luisteren naar zichzelf. En het luisteren naar jezelf kan echt een probleem zijn. Waarom? Het luisteren naar jezelf is in kleine stapjes steeds meer niet luisteren naar God. Steeds meer ontkennen van God. Hoe minder ik luister naar God, hoe meer ik hem ontken in mijn leven. Want als God niet onderdeel is en de echte waarheid in mijn leven, dan ben ik stiekem een heel klein stukje in mij atheïstisch. Daar hoeven jullie niet van te schrikken. Allemaal hebben wij een stukje atheïsme in ons. Bijvoorbeeld, ik kom in een groot probleem. Ik zit in de problemen. Wat is onze eerste reactie? Wie kan zijn hand opsteken? Ik ga bidden. Nee, tenminste de mijne niet. Ik ga zelf proberen op te lossen. Ik ga tegen een muur aanlopen trappen. Ik ga iemand inschakelen die me kan helpen. En helemaal aan het eind, als het echt niet meer gaat, dan ga ik naar mijn kamer toe en ga ik bidden en huilen omdat ik geen andere oplossing heb. En dan begin ik weer een beetje te luisteren. We worden afgeleid en dat hoort erbij. Bijvoorbeeld ook in wat waarheid is in mijn leven. Zelfs in de wetenschap bijvoorbeeld. Wat is waarheid van de wereld om mij heen? Iemand die gelooft dat alles op te lossen is met kennis en wetenschap, is iemand die niet gelooft in de kracht van God. Ik als dokter, als ik overtuigd ben dat een depressie of moeite in mijn leven, ik zeg dat medicijnen die werken goed en de wetenschap heeft veel bereikt. Maar het is niet alles. Er is een stukje extra wat erbij kan sluiten. Er is een stukje extra wat God kan geven wat de mens niet aan elkaar kan geven. En dat stukje, als ik dat verlies en puur vertrouw op kennis en wetenschap, verlies ik God. Zo was Job God op een gegeven moment kwijt. Net als wij allemaal ook af en toe God kwijt zijn in ons leven. Wat zegt de Bijbel over atheïsme? Wat zegt het over mensen die niet weten waar God is, die niet luisteren naar God? Dit is het volgende dat wordt gezegd in Romeinen. Hij zegt, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Alles van God
Wat niet te zien is, is te zien in de natuur en alles om ons heen. Als je beseft hoe groot de wereld is en het heelal, moet God bestaan. Dus door naar de natuur te kijken, kan ik God zien. Door echt oprecht te denken over deze wereld en te kijken naar de hemel en de sterren. We moeten niet vergeten dat onze vader Abraham vond God door naar boven te kijken. Hoe vaak kijken wij naar boven? Hoe vaak zitten wij nu tegenwoordig naar binnen te kijken in onszelf en vergeten om naar God te kijken? Dus wij willen dat opnieuw leren. Opnieuw leren om naar God te kijken. Zodat wij voorkomen dat wij denken dat wij heel wat zijn en daardoor vallen. En dat is wat in Openbaringen als waarschuwing wordt gezegd tegen een van de 7 kerken. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niks gebrek. Ik heb niks nodig. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Dit is een wake-up call. Hallo, je denkt dat je alles hebt, maar stiekem heb je helemaal niks. Wij denken dat wij het menselijk lichaam begrijpen, maar een klein coronavirus en we zijn onderuit gehaald. Wij denken dat wij alles kunnen en heel rijk en miljonair kunnen worden. Prima. Maar de dood en de kist en de grond is voor iedereen gelijk. We moeten dat niet vergeten. En dat is wat Job bereikte. God nam hem mee. Jij weet alles. Kom mee, Job. Zie je deze wateren hoe ze bewegen? Zie je die sterren die met de millimeter precies alles op elkaar afgestemd is? Weet je hoe het werkt? Kan jij het een dag begeleiden? Kan jij zien hoe het kindje geboren wordt? Kan jij zien hoe een embryo een baby wordt? Kan jij dat besturen en begeleiden? En zo leerde Job opnieuw nederigheid. Hij dacht, ik weet hoe het in elkaar steekt. Ik weet hoe het hoort. En leerde van God weet hoe het in elkaar steekt. God weet wat echte rechtvaardigheid is. God weet wat echte waarheid is. Jouw waarheid, mijn waarheid, is een gedachte van de waarheid. Hoe meer wij de waarheid van God leren kennen, hoe meer wij zijn boek lezen, hoe meer we zijn waarheid ontdekken. En hoe kleiner onze waarheid wordt en meer zuiver en puur wordt in de naam van God, hoe dichterbij de waarheid, de echte waarheid je bent, die voor eeuwig is. Er is geen boek wat stand houdt in alle eeuwen, in alle tijd die de mens bestaat, behalve de Bijbel. Er is geen woord dat afgekraakt kan worden van de Bijbel. Dat is waarheid. Dus we moeten vandaag leren om te zeggen, ik ga spreken met Job. En dan ga ik zeggen, net als in hoofdstuk 42, vers 4, ik wil u ondervragen, opdat gij mij onderricht, opdat gij mijn leermeester bent. Tot de volgende keer.